De Warmondse melkveehouder Gerard Mul kreeg donderdag bijzonder bezoek uit Leiden. Niemand minder dan de Leidse burgemeester Henri Lenverink nam op boerderij Boterhuis een bijzonder lokaal zuivelpakket van het bedrijf in ontvangst. Ja, normaal konden de mensen dat hier al op de boerderij kopen. Maar ja, moet je wel een heel stuk de dijk affietsen om daar te komen. En je merkt dat niet iedereen dat wil. Dus ze hebben nu ook bedacht van, weet je wat, we maken er een soort abonnement van. Mensen kunnen een abonnement opnemen. En die kun je dan kopen of afhalen eigenlijk bij een bedrijf in de stad, aan de Hooigracht, de Zeiling. En dat is eigenlijk, vind ik, een heel erg mooi initiatief. Als je wel eens relatief verse melk van de boer hebt gedronken, dan proef je ook een verschil. En het zit er dichterbij. Deze boer die probeert ook biologisch te boeren. Dus dat betekent dat er allerlei verschillende kruiden in de grassen zitten. Dat heeft ook allemaal effect op de smaak van de melk. Mul en zijn gezin hebben een speciaal koeienras op hun boerderij. Ja, die koeien, dat zijn de blaarkoppen. En de blaarkoppen die stonden hier eigenlijk eeuwen terug heel veel in de polders. En die hebben ook echt goed bijgedragen aan de welvaart van de stad. Maar die koe is een beetje verdwenen. En toen wij hier zijn komen boeren, hebben we ons daarin verdiept. En eigenlijk willen wij die koe weer terug in de polder brengen. En jullie hebben ook een hele moderne stal. Hè? De koeien die kunnen zelf aangeven of ze gemolken willen worden. De koeien die kunnen de hele dag door gemolken worden. Nou, die koe die dus meer melk geeft, die zal dus wat vaker naar de melkmachine gaan. En die gaat automatisch die koe aansluiten aan de melkmachine. Die koe die krijgt een beetje brokken, waardoor die gewaardeerd wordt voor zijn komst. En daardoor vindt zij het ook fijn om de volgende keer ook weer te komen. Als je de producten uit je eigen omgeving haalt, dan is er minder transport. Het is vers en in dit geval ook nog eens een keer super lekker. Dus ja, dat maakt het alleen maar extra leuk.